Lieve schat, de eerste uren van nieuwjaarsnacht 2014 had ik niet durven dromen dat ik de man van mijn leven zou tegenkomen. Ik voel me dolgelukkig, veilig en geborgen bij jou. Ik voel me thuis bij jou, ook wanneer we duizenden kilometers ver van thuis zijn. Jij vult me aan, je steunt me en overlaat me elke dag met liefde. Je hebt me geleerd om te blijven geloven en te blijven vechten voor alles wat ik wil in mijn leven. Naast een sterke man als jij word ik elke dag een sterkere vrouw. Je bent alles wat ik ooit wou en nog veel meer. Je bent de man met wie ik oud wil worden. Lieve Maria, schat, Masha, Malinkea, Poes, mijn alsje. Het lijkt alsof het gisteren was, onze eerste ontmoeting 4 jaar, 7 maanden en 16 dagen geleden, waar we het nieuwe jaar samen al dansend ingezet hebben op 1 januari 2014. Wie had toen gedacht dat die dans de start zou zijn van ons avontuur samen, waar we gingen samenwonen, reizen, culinair en vaak ook iets minder culinair gingen tafelen en samen voor onze wittige, harige viervoeter gingen zorgen. De tijd is werkelijk voorbijgevlogen, maar ze zeggen dan ook dat time flies when you're having fun. Jij bent de vrouw met wie ik mijn leven wil delen. De vrouw bij wie ik mijn geluk vind en bij wie ik tot rust kan komen. De vrouw die me de hele wereld kan doen vergeten wanneer ze met haar grote bruine ogen en schattig neusje naar me zit te kijken. Je bent gewoon dé vrouw voor mij. Lieve Masha, ik hou van jou en zoals ze in trussen zeggen, ja, Tibia, Lublu. En dan gaan we de bewuste vraag stellen die u uit volle borst moet antwoorden. Meneer Laurent Marmenaud, stemt gij toe voor echtgenote te nemen mejuffrouw Maria Viktorovna Zalubovskaya? Mejuffrouw Maria Viktorovna Zalubovskaya, stemt gij toe voor echtgenote te nemen meneer Laurent Marmenaud? Familieleden en vrienden, hier zijn we dan. Het moment waar jullie zo naar hebben uitgekeken. Hier in het prachtige Hof ten Steen nemen we even de tijd uit de routine van ons dagelijks leven. En we zijn getuigen van het unieke moment dat bruid en bruidegom zal doen uitgroeien tot echtgenoot en echtgenote. Vandaag kiezen Maria en Laurent voor een leven met elkaar, voor elkaar, in een verbintenis die we het huwelijk noemen.
smakelijk en tot straks op de dansvloer.